Zie je wat? Nice. Ja, ik heb ook geluid. Oké, okay, chill. Oké, okay. Nou, daar zijn we weer, jongens. Nee, let's go. Controller. We zijn er weer, ja? Ja, ik wil eigenlijk een hele leuke intro zeggen tegen iedereen, maar goed, we zijn er weer. Ja, ik denk dat we nog 3 levels moeten spelen. En dan zijn we klaar met deze game. Ja. Dus het doel is dat we misschien een level per video doen, maar als het te lang duurt, doen we dat niet. En ik zie nu een vogel. Een meeuw. Ja, dit is de enigste vis waar we geen spoilers van hebben gezien. Nee, dus ik ben heel benieuwd. Hij kan sowieso dit. Sowieso opblazen, ja. Maar nice. Oh, je ziet goudvis. Oh, hij is hoog. Wat is nu... Wat gaan we doen met deze guy? Wat daar... Waar staat deze guy zo bekend om? Sowieso gewoon dingen opblazen. Ja. Misschien gaan we dingen vergiftigen. Denk je? Misschien gaan we ballonnen kapot maken of zo. We gaan crack vergiftigen. Oh nee, toch. Het crack in het ziekenhuis. Dat crack in het ziekenhuis. Oh, it all comes together. Natuurlijk, we zijn weer op een boekenplan. Ja, Kies. Het zal niet zo zijn. Zal dat een reference zijn of zo? I don't know. Het is wel heel standaard. Wel ook super veel obstakels bij deze dit keer. Ja, maar misschien is dat ook wel zijn ding dat we obstakels moeten vernietigen. Dus we kunnen even kijken, wat is ook weer mijn power? Oh ja, met dit, oké. Ja, nice. Kan je dan überhaupt nog zwemmen? Weet ik eigenlijk niet. Misschien zwem je wel langzamer als je dat doet inderdaad. Daar lijkt het wel op. Wow, dit is echt de... Oh, er waren 2. Je kon 2 kanten op. Oh, nice. Oh, is dit slim? Ja, sowieso. Je moet alleen tegensturen, ja. Anders ga je misschien 2 treden te ver en dat lijkt... Oh, kijk, daar. Oh, god. Ja. Kan je dat breken? Ik denk het wel. Nice. Oh, wow, doe even rustig. Dat was de bedoeling. Ja. Oh, de tijd tikt wel door. Ik mis wel op een trampoline springen. Oh ja, ik heb het ook al een tijd niet gedaan. Wow, dit ding uit. Is wel, ja, inderdaad. Oesh. Dat zijn zachte matjes. Hé, hey, er loopt een hond hier rond? Nee. Oh, gaan we een hond krijgen? Ga naar die checkpoint toe, dan. Ja, maar waar moeten we nu heen? Moeten we de hondensporen volgen? Ik denk dat je gewoon rechtdoor moet gaan. Kijken waar je uitkomt. Rechtdoor? Oh. Hier, nee, ik reset hem expres even. Is dit de vader van Greg? De vader van Greg. Ah, dit werkt niet. Ik denk dat we toch deze kant op moeten ergens. Ja, want je kwam van die andere kant af, toch? Ja. Wat waar? Oh, maar de trap was daar. Dit is allemaal een trap. Dat is er wel een stukje brood. Als mijn hond dit doet, hè. Maar hoe gaan we hier naar boven dan? Niet. We moeten waarschijnlijk een uitweg vinden. We moesten sowieso hierheen. Moeten we die deur openmaken op een bepaalde... Oh, wacht, hier misschien. Ik denk dat we deze deur kunnen openrollen. Ja, misschien kon het ook wel met die andere trouwens, hoor. Nee, denk het niet. Ja, daar zo, aan de zijkant. Dat is een heel groot hendel. Maar dat zal niet heel veel uitmaken of welke deur we openmaken. Tenzij deze deur ook niet open kan. Het is wel de eerste vis die zoveel vegen heeft. Ja, we hebben toch altijd 2 paden inderdaad. Nice. Nou, dit was het, jongens. We zijn al bij de zee. Fuck you, Gregory. Ja, fuck you, Greg, inderdaad. Oké, ik denk dat we naar links moeten. Ja, daar de heuvel af. Is dit de eerste keer dat we op grond zo gaan? Nee, we zijn in het park geweest. Oh, appeltjes. Dit is ook gewoon boven op een heuvel. Waar zijn we? Machu Picchu? Oh, dit is inderdaad wel... Holy shit, is dit handig? Nee. Oh, damn. Het lijkt wel alsof je dit moet doen, though. Foep. Gewoon omdat het lijkt zo... Ja, want daar is water. Oh, kut. Oh, ja, rol. Ik kan rollen! Oh, dit is zo... Grappig, dit hadden we dus niet eens bedacht, hè? Nee. Oké, klaar. Oh, nee. Oh, nice. Nice, man. Dat is wel chill, dat je gewoon kan rollen dit keer, want lijkt... Oh, dat is wel dat wordt wel interessant. We dachten, je kan dingen ermee breken of zo en shit, maar dit was dus wel... We moeten stukjes over het land gaan rollen. Kan dat waarschijnlijk. Wel? Hoe makkelijk is het om te rollen? Misschien moet je erop springen dan. Ja. Maar ik denk, toch is het water, maar want kijk, een waterval. Oh ja, ik dacht dat daar ook een beetje water zat. Misschien. Ja, maar hier, sowieso... hier. Ja, man. Oh, dit ziet er misschien veel uit. Dit doet me echt denken aan Oostenrijk. Dit is leuk, man. Ja. Ik heb op gewacht. Over 10 minuten ben ik het zat. Wacht maar, er komen meeuwen. Oh, dat is zo clever, though, dat je ermee kan rollen. Ik had je denkt gewoon aan de standaard dingen. Oh ja, man. Zo chill.
Het is wel heel apart dan. Ik bedoel, op sommige stukken heel veel water. Oh, een stukje brood. Fuck brood. Nou. Fuck. Heb je die checkpoint? Ja, ja. Ik wil eigenlijk wel even een stukje brood. Ik heb wel gewoon een stukje stukje brood. Moet je lijken omlaag en dan omhoog en dan lijken de opkomen rollen. Zou dat het zijn? Misschien. Sowieso misschien iets meer van links. Oh, oh, oh ik ben natuurlijk ook... ik dacht even dat ik vast zat. Kijk, deze man, jongen. Ik heb wel last van de stroming, trouwens. Ja? Ja, kijk. Ik ga gewoon automatisch. Cool. Ineens voelt deze game... heel verfrissend en leuk. Ja. Wat is dit nou? Het is gewoon een leuke game in één. Jij wou deze al vanaf het begin doen. Ik was like, nee, anders. Deze moeten we like, op je hebt gelijk, we weten niet wat er gaat gebeuren. Ja. Dat is juist leuk. Het is leuk. En volgens mij als het die rolt, is het ook niet moeilijk te bewegen. Wel. Hij bounced! Ja, man. Ja, hij is niet moeilijk te bewegen. Nice. Ik weet niet. Ik heb deze ook nu met de... Met de Switch-controller speel ik deze en dat vind ik wel het chillste, man. Ja, wat is dat nou? Dat deed je ook bij Resident Evil. Blijkbaar werkt de Switch-controller heel goed. Ik weet niet. Misschien... Ik weet niet. Ik bedoel, ik vind persoonlijk de Switch-controller altijd fijn, want ja, ik speel alleen op de Switch. Als het aan mij ligt, ik moet even kijken, maar misschien kan ik wel kijken of ik een GameCube-controller kan aansluiten. Oh, GameCube-controller is OP, man. Het is een soort pachinko, man. Ik denk dat we pachinko-achtige levels gaan krijgen. Nee! Oh, dat zou vet zijn. Oh, brood. Ah, ja. Oh, je bent geen zalm, helaas. Meenemen. Oh, leuk, man. Ja. Oh, had je die... ik weet niet voor mensen die het kijken of ik dit iemand zegt, maar heb je die trailer gezien van Zora en Zoroark? Ja, zeker. Nee, maar like de gameplay trailer. Die kwam gisteren uit. Oh ja, die kwam gisteren uit inderdaad. Die heb ik nog niet gezien. Maar ik heb wel Ja? Er zijn twee bomen en een steen of een rot in die kleine gameplay trailer. Dat is niet te positief, hè? Het ziet er slechter uit dan Sword and Shield. Ja, ik snap alleen echt niet waarom ze niet gewoon bomen in die game doen, Adrian. Het is zo raar. Ze hebben les gekregen van de Breath of the Wild mensen, hè? En ze pakken... Like één model bomen en dat gebruiken ze op alles. Ja, ik vind echt rare keuzes. Oh ja, pachinko, pachinko, je hebt... Oh, dit is wel vertel. Maar over welke trailer ik het wou hebben trouwens, was de... Oh? Nou... Je bedoelt die ene... Oh, je moet wel in de water vallen. Anders heb je geen lucht. Rip, man. Ja, ik had wel eigenlijk zeggen dat ik die trailer had gezien van... Niks zeggen. Cowboy Bebop. Ja, die had je gestuurd vannacht. Ja. Heb je hem gezien? Wel. Ja. Met die gasten van Koemar en Hupplepup. Ja, ik vond hem wel hard. Castle. Ja. Ja, ik ben benieuwd, man. Want ik was heel erg sceptisch. Like, hoe gaan ze dan live action Cowboy Bebop doen? Überhaupt, anime live action is super moeilijk. En het is een serie, het is geen film. Ja, maar de worldbuilding ziet er goed uit. En ze pakken originele falen. En zag je die... gast met like, die kraag en dat pak en like, die lach en met de tophoed en zo, die villain. Dat is mijn favoriete villain in Cowboy Bebop. Maar is het de original story? Dat is een van de original stories. Maar volgens mij zijn er een aantal afleveringen van de original en een aantal van de... Oh, kapot snel. Ik heb gewoon alle sterren. Nice. Ik ben gewoon een pro, we gaan nog wel even door, jongens. Oh my god, zijn gezicht. Hij was zo poep. Ja. Oké, we gaan lekker door. Ja, nee, maar de Cowboy Bebop zag er echt super chill uit. Ik ga hem sowieso kijken, denk ik. Ja, man. Het is al een tijdje... Ik moet nog steeds die Cowboy Bebop film kijken, toch? De finale film. Ik ook. Oh, dat kunnen we een keertje doen, dan. Ja, is cool. Maar ja, dus ik denk dat het een soort van 50-50 wordt. Met originele falen en... maar sowieso niet met de falen met Ed en Eins of zoiets heette die hond. Oh ja, en die... Wat is het, een jongen of een meisje? Maakt niet uit, hij is gewoon genderless. Volgens mij is Ed een meisje, maar like, hij heet Edward nog wat of zoiets, weet ik veel. Oh, je moet wel springen, denk ik, bij deze. Ja, ik denk het ook. Want die zijn, zover wij weten, nog niet eens gecast. Plus, Ed kwam ook pas 10 afleveringen in de serie of zo pas in. Maar zat die hond er niet in de trailer? Die hond zit er volgens mij wel in. Ja, toch? Ja,
Gewoon omdat de hond makkelijker te kasten is dan Ed. Ja. Want Ed is like een kind. Roodharig kind. Met like bruin lichaam is. Een soort van Indonesisch. Ik weet niet. Zoals Ed. Ik vind die cast gewoon die ze nu hebben gefixt. Die stemmen klonken echt goed, man. Ik moet je wel toegeven, ik keek die trailer om 7 uur 's ochtends, dus ik was niet helemaal wakker. Maar kunnen wij dit kapot maken? Ik denk dat je er omheen moet. We worden langzamer erdoor. Oh, maar je gaat er wel doorheen. Ja, ik dacht echt, je gaat er aan dood of ik zo. Ik dacht dat wel damage zou zijn, ja. Zoals like de fucking plastic bij de... Ja. Dat was ook weer de bijtvis. Oh, maar hier kan je er wel gewoon doorheen. Ja, maar dit is gewoon... Een jumpie doen. Even een sprongetje maken, hoor. Hop. Ja, hop. Dit is zo chill. Dit is gewoon zo'n leuke mechanic. Ja, man. Ik had niet verwacht dat we gingen rollen ook, hè. Wat een verfrissende game is dit. Ineens. Ja. Oh, we moeten gaan zigzaggen zo meteen. Ik denk het wel, ja. Ja. Het is wel duidelijk wat ze met deze willen doen. Ik had wel gehoopt dat we ook gewoon een glas kapot moesten maken of zo. Misschien komt dat nog, hoor. Maybe. Misschien komt Greg weer. Ik wil gewoon... Waarom kon Greg niet gewoon echt een karakter zijn in deze game? Want... Wat is het? Op een afbeelding? Zie je Greg gewoon op de afbeelding, toch? Ja. Oh. Oh, nee. Oh, wacht nee. even. Ja, ik snap hem nu wel. Dit is echt zag. Misschien red ik hem nog, hoor. Ja, misschien... Oh, nee. Oh, hij... En laat je ook... Volgens mij maakt hij ook kleiner. Zou ik lucht kwijtraken daardoor? Ja, denk het wel. Oh. Nou, dat is fijn. Zou Greg nog de laatste character ooit worden die in Smash komt? Behalve Sora? Behalve Sora? Nee, man. Ze hadden gewoon Sora moeten doen en, like... I don't know. De volgende game moeten ze wel... De volgende Smash game zonder Sakurai moeten ze wel... Iets met Waluigi doen, though. Denk je dat er nog een Smash game komt, hoor? Ja. Het is een te grote game. Like, Sakurai gaat er vanaf, maar like... net als met No More Heroes. Hoe heet het ook weer? Green Staff of zo heet het? Mm-hmm. Ik weet niet meer hoe ze heten. Die gaat van No More Heroes af, maar ze zeggen wel dat de IP niet dood is. Nee. Komt gewoon iemand anders die het gaat vervangen. Maar tussen No More Heroes 2 en 3 heeft toch ook 10 jaar gezeten of zo? Ja. Maar. Meer zelfs. No More Heroes 2 kwam nog op de Wii uit, denk ik. Ja. Ja, sowieso. No More Heroes 1 en 2 kwam nog op de Wii uit. Maar ik ga sowieso No More Heroes 3 nog halen, nu ik... Oh ja, Damon, I love you, toch? Dat is die... Damon, I love you! Hey, iedereen, we vliegen door deze games heen. Dude. Kijk hoe easy dit... Oh, maar het ziet er ook zo mooi uit nu ineens. Wat is dit? Ik denk dat die vliegende vis was gewoon hype, maar niet... Maar gewoon niet leuk. Misschien lag het aan de controle, hoor. Misschien. Dat was ook wel moeilijk, hoor. Om gewoon uit het water te vliegen bij die kleine daakjes. Ik vind het ook gewoon leuk om te exploderen. Ja. Hij is ook gewoon zo schattig. Kijk nou. Het doet me echt denken ook aan die... opblaasvis van Nemo. Oh, help me. Ik ben een beetje... Die sexy no scoop. No. Oh, wat als je jezelf had opgeblazen daarin? Zou je dan, like, verstoppen? Oh, shit. Ja, misschien wel. Oh, dit ding moeten we hitten, man. Ja, 100%. We gaan even een boomstam kapot maken. Denk je dat als misschien kan ik wel klimmen. Ja, ik wou net zeggen, kan je klimmen? I wonder. Zou dat kunnen? Ik denk het niet. Ik weet niet. Maar waarom zit deze boomstam hier dan? Het is zo duidelijk dat je iets... Je kan door de lucht een hogere jump maken. Oh, wauw. Holy shit. Dit is zo'n bal wat je vroeger onder water deed. Ja, dat doe ik nog steeds, hoor. Foem. Ja, man. Goeie. Oh, shit. Ja, man. Dit is clever. Wat een goede game is dit. Ineens ook, hè. Gekke 180 heb ik gemaakt. Van 5 out of 10 naar 10 out of 10. Oké, maar niet. Ah, joh, dat komt goed. Oh, wacht, we moeten even een aanloopje nemen, denk ik ook. Moeten we dat? Oh, misschien. Ja. Oh, maar ik moet er niet afvallen. Terug. Oh my god. Hij is zo schattig. Ja. Hij doet me denken aan die vis van Nemo, die altijd, like, boos is en shit. Of, heel aardig. Weet je wel, die in de vis tank? Ja. Ik weet niet meer wat hij zegt, hoor. Maar like, het heeft dezelfde kleur, dus het reminisce.
I reminisce. Oh, nice, oké. Okay. En dan naar links, denk ik? Ja, ja, ja. Het ziet ook gewoon lekker dit, man. Maakt niet eens uit als je dat. Ja, komt wel goed. Hoppa. Dat was misschien ook wel beter. Ja, man. Mooi spelletje dit. Dit is toch gewoon... Hoe kun je dit spel nou haten? Dit is toch gewoon mooi dit, jongens. Maak een plug van de vorige video. Echt hoor. Oh, de vorige video in de titel toch? Ik haat deze game. Wacht even. Zit je er al in? Het is een beetje awkward dit. Heel awkward. Ho. Ja. Zit er gewoon al in ook. Ik zat er al in. Ja. Ik vond het wel... We doen nu ook weer via Discord opnemen. En ja. Ik vond het wel grappig bij de vorige Discord-opname met Resident Evil dat we weer de blauwe vogel. Zo, ja, ik was die video's moesten doodmaken. Ja. Het is like, elke keer is het iets met die blauwe vogel dat hij nog leeft. Blauwe vogel, man. Nice. Ik weet ook niet of we hem zeg maar op de. Op de meest, oh, kut. Of we hem op de meest recente save-file überhaupt dood hebben gemaakt. Ik denk het wel. Het zou echt kunnen dat het niet zo is. Ik hoop van wel. Oh, maar het lijkt me nog grappig als we het niet hebben gedaan. Ja. Oh. Oké, dus we moeten iets naar links. Yeah. En gewoon rechtdoor. Ja. Alright. Oh, dit wordt spannend. Wee. Oh, ik ben dood. Ah, dit gaat echt prima, man. Dit is gewoon leuk. We gaan rossen door deze levels heen gewoon. Dude, is dit gewoon like één aflevering nu? I don't know. Dit kan, dit kan best wel één aflevering worden. We zien het wel. Want anders hebben we niet genoeg voor de laatste aflevering. De finale. Voor de finale, ja. Dus dit is gewoon de finale, denk ik. Voor... Misschien, hè? Oh, er zit een ding. Hoe doen we... Like, ik vind het wel verbazingwekkend hoe makkelijk deze te doen is vergeleken met de rest. Ja. Oh, kan je zelf... Oh, je kan jezelf... In een potje gooien. Je kan jezelf dunken. Ik denk dat het gewoon moet, ja. Oh nee, nee, dit is niet mijn favoriete soort battle. Oké, we gaan niet deze aflevering halen. Het kan zijn dat het... Oh-oh. Oh, en Meeuw onder de tafel. Oh, Meeuw is even een eind op, joh. Nou, je gaat best lekker nu. Ik denk dat we aan de controller ook een beetje lachen. Zeg, ik heb niet te veel hoop, Adrien. Waar moeten we heen? Je moet de kant op. Je moet onder de tafels gewoon doorgaan. Kan je jezelf opblazen? Dat kan. Ik vroeg me af of het glas ging breken. Uh-oh. Uh-oh, sneller. Ja, ze gaan me sowieso een keer zien. Ja, maar ze gaan je ook kapot maken. Moet die me wel raken, die sukkel. Te vol. Ik ga even kijken of ik deze kant op beter op kan gaan. Ja, je moet gewoon die bocht kunnen maken. Kan je dat? Kan je dat, Thomas? I don't know, man. Can I? I don't know. Dus we hebben op werk een Halloween / bowl feestje of zo. We moeten allemaal verkleed gaan. Oh ja, bowlen. Dus ik ik vind bowlen trouwens niet leuk. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Ik vind bowlen echt... Ik vind bowlen wel een beetje... leuk met close friends? Nou, ik weet niet. Wat het probleem is met mij in bowlen is dat ik het te vaak heb gedaan in mijn leven. Mm. Dus, maar anyway, het is niet alsof ik het haat of zo. Maar je denkt altijd, oh, ik had wel iets anders leukers kunnen bedenken. Gewoon leukere dingen in het leven dan bowlen. I mean. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is het altijd wel op zich. Ik ga liever sushi eten dan bowlen, maar dat is ook niet per se, ja. Is ook niet... Nee. Hé, hey, die mails zijn wel, zoals ze nog meer zeggen, tandtoescheef. Maar nee, ik weet niet, man. Bowlen is gewoon een beetje generic of zo. Nee, dat sowieso. Kan hij hieronder door? Nee, jawel. Jawel. Nee, ze gaan langs de tafel. Maar goed, ik ga verkleed als een medewerker van de Mediamarkt. Nice. En voor de mensen die deze video kijken, ik werk op dit moment bij Coolblue. Ja. Dus, ja. Maar goed, dus ik ga lekker met mijn werk. Gaan we dat doen? Oh, nee. Oh my god, ik moet door het hek. Oh no. Oh, er gaat een mail door de paal in komen, watch.
Want physics, right? Wat als die gewoon zou haken in dat hek? En dat hek zou... Lijkt onze kant openslaan en gelijk de pot kapot maken. Oh, nee. Ik denk dat je nog 2 hits hebt. Ik denk nog 1 zelfs. Oh. Oké, okay, maar... Nu nog 1. Ik moet gewoon even... Ja, nu moet ik gaan. Nee, nee. Let op waar die vis is. Oh, damn. Oh, je hebt nog... Oh, ik ga gewoon een gekke turn maken, zo. Je moet sowieso... Ja, hierheen. Oh, oh, oh. Yep. Rechtdoor, beetje rechts. Ja. Ja. Maak expres een turn. Te hard. Naar achter. Oh, we zijn zo close. Oh, tantalizing die. Go. Nee! Rol. Oh nee, ik kon rollen! Misschien had ik... Ik drukte nog op reset. Oh my god. Oh shit. Ik snap wel waarom je op reset drukte toch. Het was gewoon echt een reflex, man. Het was gewoon panic of zo. Zullen we het volgende keer verder doen? Ja, is cool, man. Jongens, ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En, abonneer en kijk meer. Vergeet niet te abonneren, natuurlijk. Oh my god. Okay. Hey, jongens, doei. Ja, doei. Oh, oké. Okay. Dat is echt een leuke game, Adrian. Ineens? Is gewoon, ik heb dat nooit gezegd. Die Rome ken ik verbaast ons gewoon totaal, ja. Weet je wel. Ja, like, dat hadden we niet bedacht. Hoe dom zijn we.